Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuw Modern Warfare 3 live complete hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. We gaan vandaag proberen een mo-opje te droppen in Team Deathmatch en eigenlijk probeerde ik Ground War te starten, maar ik kwam de hele tijd God Mode hackers tegen. En het punt is, er zit altijd één God Mode hacker in een Ground War potje en of hij zit in jouw team, dan heb je geluk, dan kan je gewoon nog spelen. Of hij zit in het enemy team en als hij in het enemy team zit, dan kun je niet echt veel doen. Maar we gaan vandaag gewoon Team Deathmatch spelen. Dat gaat tot de 75 kills natuurlijk. En dit is gewoon een soort van eerder filmpje voor Ghost of zo. Want Ghost gaat gewoon lekker soepel lopen als natuurlijk Modern Warfare 3 loopt. Dus ik heb er zelf vet veel zin in. Nog anderhalf weekje ongeveer. En hebben we Ghost in onze handen. Waarschijnlijk allemaal. En dan gaan we kapot hard knallen. En dan gaan we iedereen ownen. Maar we spelen nu op de map Lockdown. Dat is een beetje een mapje. Die vond ik chill om te spelen. Maar ik heb hem nooit echt vaak gespeeld. En dat wist ik. Oh, ik was het vergeten. Nooit. Maar dan heb ik echt nooit over de rechterkant van de map lopen, want je wordt gesniperd. Dat wist ik nog van vroeger, maar ik was het eventjes vergeten. Daar zit er weer eentje te campen. Hé, campertje. Hier gaan lopen campen. Vind ik niet zo aardig van je. Hier zit er nog eentje te campen. Oh, hij gaat me flashen. Jammer. Hij flashte me en toen dacht hij, ja, ik ga achter je aanrennen, jongen. Maar ja, alsnog werkt dus de tactiek niet echt helemaal. En dankjewel. En wat? Oh, die zit er weer. Nu wat? Nu ga je daar weer lopen staan. Hé, dildohoofd. Ik probeer hier een mol op te droppen. Dan moet je niet stil gaan staan, want dan lukt het niet. Oké, nou, dan weet ik in ieder geval. De enemy staan dus allemaal lekker stil. En ze doen dus helemaal geen ene kut. Dus dan moeten we even op gaan opletten dat als we dus heel hard erop af gaan rennen, dat we dus gewoon enemies kunnen tegenkomen die stilstaan. En als je enemies tegenkomt die stilstaan, dan kunnen ze je gewoon in één keer killen. En dan mag je weer opnieuw gaan beginnen met je streakje, want dan ben je hem kwijt. En die sniper die zit daar nog. En hij weet ook dat ik hier zit. Dus nu is het een beetje een battle. Wie gaat er als eerste op af? Daar komt hij aan. Kut sniper. En hij is dood. Oké, let's go. Nu moeten we snel op afgaan, want anders hebben we niet genoeg tijd om die mol op te droppen. Dus let's go. Hier loopt er weer eentje. Jij hebt de lul. Dan gaan we snel deze hallway in. Deze hallway is altijd gevecht van Lockdown. Ze zitten hier altijd in. Er liggen hier altijd tech concerts. En er ligt er allemaal poepseks op de grond, et cetera, et cetera. Dus deze hallway is het punt waar je gewoon de meeste kills kan droppen op de map Lockdown. Maar je moet wel goed oppassen, want ze spannen overal hier omheen. Dus dat houdt in. Voor je, achter je, links van je, rechts van je, boven je en onder je. En als je dat dus niet in de gaten houdt, dan ga je geheid dood. Dus let er altijd op, als je in die hallway loopt, dat ze gewoon overal staan. Je ziet die ook in mijn portable radar. Er staan er gewoon 4 man in mijn portable radar range. En die kan je dus eigenlijk allemaal afknallen. Maar je moet nog wel gewoon oppassen dat er ook gewoon eentje tussen kan staan die jou net ziet, die zich net omdraait. En die jou dus dan gewoon in één keer killt. En holy shit, dat was een mooie turn-on. Nu moeten we door blijven gaan, we moeten erop af blijven rennen, want anders hebben we niet genoeg tijd. Dus let's go. Dit vind ik altijd kicken, man. In Team Deathmatch is mo-ops halen echt gewoon leuk om te doen. Omdat het fucking moeilijk is om te doen. Omdat er maar 75 kills kunnen worden gemaakt. En oh shit, dat is een sniper. Oh fuck. Oké, daar gaan we dus mooi niet heen. Die snipers die zitten nu gewoon te hardscopen op die plek waar ik net stond. Dus dan ontwijk ik ze gewoon. Dan ga ik hier even wachten. Ze lopen nu alle twee om. Oh shit, kom eens hier. Dank u. En die andere ook. Dank u. Oké. We moeten dat tempo erin houden, anders gaan we te slow. Dus weer even helemaal omlopen. Je kan hier achter deze prullenbak headglitchen. Dat is één vieze headglitch spot. Kijk eens aan. Huppatee. Oh, ga dood dan. Oh, lek. What the fuck. Holy shit. Oké, nou ja. Dat vind ik ook wel best. Ik had een kill, dus ik vind het wel mooi. En die vent heb ik nu gemarkt op mijn minimap. Dus kom maar. Dankjewel. Oké, ik ben nu out of ammo. Shit, dat had ik ook niet door. En oh, fuck. Wauw, man. Are you kidding me? Ik zat op een 15 streak of zo. En dan... Oh, wat een pisneger, man. Oké, weet je. We kunnen de mol misschien nog wat droppen. Dat gaat... kapot moeilijk worden nu om hem nog te droppen. Omdat het potje al vet ver is. Maar we kunnen het nog steeds proberen te doen. Ik ga het gewoon proberen. Er zijn 3100 punten op dit moment gemaakt. Daarvan heb ik er kapot veel. Want ik heb er 20. Dus dat houdt in dat ik meer dan de helft van de kills heb die er op dit moment zijn gemaakt. En dat houdt dus in dat ik nog wel een mol op kan droppen. Maar dat het echt gewoon kapot moeilijk wordt. Ik moet gewoon proberen. En het gaat misschien een nijmanier worden. Maar wat ik nu moet gaan proberen is bij mijn team te blijven. En elke keer als mijn teammate op een enemy schiet, die teammate probeert te killstealen. Dat gaat de enige manier worden om nu nog een mol op te droppen. Maar dit gaat sowieso niet werken. Waar staat die vent? Hey, dankjewel. Oké, dat bedoel ik dus met de killsteal. Dat was één vieze killsteal. Want ik pakte één kogel en ik had de kill. En zo moeten we dus dit gaan winnen. Want anders kunnen we niks. En oh mijn god, die vent loopt de hele tijd RPG's te schieten op een of andere manier. Kijk, hij staat hier links. In dat raampje van hem. Alsjeblieft, jongen. Oké, die is dood. Komen ze volgens mij nu in mijn rug. Ik ga gewoon even een kijkje nemen. En oh shit, hij komt daar. Spas, jongen. Spas, dat is ook zo'n lekker sterk dingetje in MW3. Dat ding, als je de damage opzet, zoals bij elke andere shotgun eigenlijk in MW3, dan zijn ze echt kapot sterk. Dus als je met een shotgun speelt, moet je er altijd damage of range of zo opzetten, was het op dit spel. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij was dat het. En dan waren die dingen echt zo chill om te spelen. De striker bijvoorbeeld, als je daar damage op zette. Nou, jongen, dat ding was kapot sterk. Het was echt gewoon dikke, dikke onage als je daarmee speelde. En daarnaast waren er nog wel meer shotguns. De USAS met damage. Nou, dat ding was ook awesome. En de shotguns waren van mij op zich een beetje te sterk altijd in dit spel. Maar ja, weet je, dat boeit ook geen ene zak. Want
Als je er lekker mee speelt, nou gewoon ermee blijven spelen. Want iedereen speelt ermee en je mag lekker spelen waarmee je wil spelen in Call of Duty. En er zitten geen regels aan verbonden waarmee jij speelt. Maar we gaan best wel lekker nu weer. Ik heb weer mijn specialist binnen. En als ik nu dus weer word gekild door een sniper, dan word ik gek. Dus die gaat daarheen lopen. Even hier scannen. En kijk, daar loopt er ook één onder. Daarom scan ik altijd met mijn marksman. Want met marksman kan je natuurlijk zien waar ze zitten. En teammate. Ik zag hem staan op mijn radars. Ik dacht mijn teammate pakte wel. Maar nee hoor. Die doet weer helemaal niks. Kut man. Oké, nu kan ik geen mob meer droppen. Nu gaan we gewoon proberen de 40 kills te halen. En kijk, dat bedoel ik. Die hallway. Ik zei het net. Die hallway is gevecht altijd om lockdown. Alleen het punt is, in die hallway krijg je altijd die neus op je kop. En dan krijg je dat weer op je kop. En dan zie je dat weer vliegen. En dan kan je dus eigenlijk helemaal niks als ze daar de hele tijd op staan gericht met hun bezoekers. Met al hun andere shit. Dan ben je dus gewoon kaartenlul. Het is een beetje jammer dat die snipers in deze game zaten. Maar ja, shit happens. We gaan gewoon door. Ik ga gewoon proberen veel kills te halen. Ik heb er nu 35. Dat zijn best wel veel kills met alleen maar specialist natuurlijk. Dus als we nog eventjes gewoon 5 kills kunnen pakken zodat we de 40 hebben, dan vind ik het best. Dikke lek weer hier, hoor. En W3 is wel een beetje een lekspel soms. Want ook als je Ground War speelt bijvoorbeeld. In Ground War is het heel vaak zo dat mensen de host niet kunnen hosten. Die hebben wel goed internet. Alleen ze kunnen niet het volhouden om 18 man te hosten in zo'n game. En dan gaat het game dus een klein beetje lag altijd. Maar ja, dat maakt mij niet heel veel uit. Zolang ik gewoon lekker kan spelen. Zolang ik niet te veel lag heb, dan boeit het me niet zoveel. En die spas doet is ook irritant. Ik zei net dat ding is kapot sterk. En hij gebruikt hem nog op de goede manier ook, die vent. En nee, dankjewel. En dan mag me alleen niet killen. En die vent staat gewoon weer te campen. En die zit daar weer te campen. Jongen, ga nou niet campen. Nee, niet meer killen. Ik zweer het je. Dan word ik boos. Dankjewel, dankjewel. Dat is niet zo leuk, man. Als je met de sniper speelt. Dat is een tip voor iedereen. Eigenlijk gewoon een opmerking voor iedereen. Probeer er dan gewoon op af te rennen. Probeer gewoon te quickscopen. Quickscopen Modern Warfare 3. Niet het allermoeilijkste om te doen. Gewoon quickdrop je wapentje zetten. En je pakt iedereen ermee. En probeer dan gewoon te quickscopen. En probeer gewoon met je sniper erop af te gaan rennen. Als jij gaat lopen campen met je AS50. Als jij gaat lopen campen met je MSR. Dat is natuurlijk in eerste instantie niet leuk om te snipen. Want je staat alleen maar stil. En in tweede instantie is het ook niet leuk voor je enemies. Want ja, daar kunnen gewoon geen ene raid doen. Maar we hebben 41 kills gedropt. En je ziet in Modern Warfare 3, het loopt zo snel, het loopt zo soepel. In vergelijking met Black Ops 1 en Black Ops 2. En dat is het punt wat Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 maakte. En daarom vond ik het ook gewoon toen de tijd zo chill om te spelen. Nu vind ik het ook wel wat chill om te spelen. Gewoon om eventjes in Call of Duty Ghost te komen. Dus mocht je nou Ghost over anderhalf weekje gaan spelen, dan raad ik je aan om gewoon 5 dagen, een weekje van tevoren bijvoorbeeld, even elke dag een paar potjes MW3 te spelen. Zodat je die feeling weer krijgt van Modern Warfare 3. Ik had 2 keer specialist gehaald. Ik heb 41 kills gedropt. Zoals je hier kan zien. 41-8. Nou, 41 kills in het Team Deathmatch potje is natuurlijk gewoon awesome. Helaas die mob niet gehaald. Maar dat kwam door die ene camper die me 2 keer achter elkaar killde met zijn AS50. Die gewoon stond te campen en helemaal geen ene kut deed. Maar weet je, shit happens. Je kan niet altijd een mob op je droppen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, mensen. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.